We gaan nu naar de plaats, twee plaatsen die zeer belangrijk waren in de familiegeschiedenis, namelijk de kerk en de karpark. Ja, de kerk is belangrijk omdat daar de hele familie is getrouwd. Zelf ben ik er gedoopt. De Karper is belangrijk omdat daar veel feestelijke bijeenkomsten plaatsvonden na trouwpartijen, maar ook natuurlijk wel eens droeve gebeurtenissen. Bezigheden was dat hij hielp het ziekenhuis in Doetinchem op te richten. De ziekenverpleging toen was heel versnipperd. En hij heeft helpen om dat op poten te zetten. En op een gegeven moment, dat zat in een oude villa, Wilhelmina ziekenhuis. En op een gegeven moment, dat barstte uit die villa. Er waren dus barakken, allemaal aanbouw. Heeft hij zich ingezet als bestuursvoorzitter van het Wilhelmina ziekenhuis dat er nieuwbouw kwam. En vanwege zijn inzet vond men zo verdienstelijk dat er toen van hem een borstbeeld is gemaakt. En dat borstbeeld is gemaakt door een broeder van de abdij de Slangenburg. Die heeft een klein beeldje gemaakt als studie, als voorstudie voor dat borstbeeld. Dat is deze. En dat is dit. En dat sprak zo tot de verbeelding van degene die hem ook kende, dat hij precies even door de knietjes, een beetje naar voren. Dat was in de 80 toen. Dat dit beeldje is toen eigenlijk een eigen leven gaan leiden. En dit beeldje is verspreid in een hele kleine kring in de familie. Hij hield enorm van reizen. Hij heeft als student, dus toen in 1910, is hij gaan reizen, dus echt naar het oosten, Istanbul, ook daarachter. Maar door de Eerste Wereldoorlog is dat reizen is er niet meer van gekomen tot 1950. En in de jaren 50 is hij met zijn vrouw, dus met mijn grootmoeder, nog een enorme wereldreis gemaakt door het Suezkanaal naar Nieuw-Zeeland. Dat waren nog een paar mooie jaren die ze daarna hebben gehad. Ja. Ja. Een nichtje van mij vertelde nog een paar dagen geleden dat ze een keer gelogeerd heeft, dus in Hummelo op de Heemst. Daar dus niet op het zand, maar op die bungalow. Dat hij toen ze merkte dat hij heel weinig slaap nodig had. Dus helaas werd hij heel vroeg opgestuurd. Dus dat kan niet anders, ja. Ja. Want tot 12 uur, 4 uur of zo. Ja. 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 En
blijkbaar ook niet veel moeite met die veel energie. Machtdiensten. Ja. Dat ja, zou ze moeilijk bedacht aan het omdraaien. Ja, mijn vader begon het wel heel zwaar te vinden op een gegeven moment hoor, die nachtdiensten. En hij is op een gegeven moment is die, op die in een maatschap met een collega uit Keppel. En die nam ook een jonge, veel jongere collega en die nam de hele bubs van de nachtdiensten over in één keer. En mijn vader zo blij dat hij daar vanaf was, hoewel het ook wel weer de, vond hij ook wel juist het leukste was. Namelijk die kinderen, de bevallingen, kinderen die geboren werden, maar nachtdienst is zwaar, ja. Hij was, hij had een zus. Oh, maar een foto waar hij, ja, een dientje. Ja, dat klopt, ja, ja, ik heb het gezien. Ja. Ja. Okay. Hij lijkt trouwens op zijn moeder. Ja. Ja, ontzettend. Jij lijkt er op. Ja, dat hebben wij eens vaker gezegd. Ja. Want er hing dus van de schilders, Jan van Voren, die heeft ook van zijn moeder een portret gemaakt. En dat hing op, in de bungalow waar mijn grootouders woonden. En er is ook klopt, dat is... Ja, inderdaad. Ja. Die ja. Bepaalde vorm. Dat Becky, zei een oom van mij. Ja, dat ja. Is ja, ja. Is een beetje een voorhoofd. Ja. Ja. Hey. Maar in dat late boekje van hem, over die dus de filosofen en Neandertaler, heeft hij, daar staat nog echt heel erg duidelijk van zeer diep geworteld geloof. Er staat in, ik geloof in God zoals ik in mijn moeder geloof. Ja. Nou, dat was die eind, hè, dus in de 70. Na een heel leven, na al die dingen die er gebeurd zijn. Na de Tweede Wereldoorlog, daar rotsvast. Ja. Maar dat wel met die evolutie van hoe kan ik nou evolutie en menswording en apenmensen. Ja. Ja. En ja, de Neandertaler is ook dat hij was echt zijn tijd ver vooruit en verweerde dat de Neandertalers eigenlijk veel ontwikkelder waren dan wij allemaal aannamen, wat eigenlijk pas heel recent ja, ook in de belangstelling komen te staan aan de hand van wat ze tekenden. En, hervormde gemeente van Hummelo op plechtige wijze 2. Hij had dominee moeten worden.
kleine geslacht van dominees. Wij sloegen een andere weg in.